Het gebeurde allemaal in Zwitserland. En wij weten allemaal, dat is een land waar precisie met hoofdletters geschreven wordt. Ik bedoel, een seconde is een seconde en een afspraak is een afspraak. En de treinen rijden op tijd, de programma's beginnen op tijd. Maar ja, om dan de goede ploeg te laten starten tijdens een tijdrit voor gemengde ploegen, dat was even een probleem. Maar, dan ben je in Zwitserland en dan komt de finale en dan komt uit dat de eerste van de tweede wint met 0,86 seconden. Dan ben je toch heel blij dat je in Zwitserland bent. Hè? De NPO Radio 1 wielerpodcast. De kopgroep. Ja, welkom. Daar zijn we weer. Podcast De Kopgroep met deze keer Jip van der Bos, Martijn Hendricks, Mart Smeets en ikzelf, Joost Vullings. En we zijn nog steeds in de regenboogsferen, halverwege het WK wielrennen op de weg. En Mart, je zei het al, het was close. Nou, het is, het closer kan het niet. Het is niet met het oog te zien zelfs. Het is goed dat daar een oog op de finishlijn stond. 0,86. Daar kan je niet eens in doodgaan in die tijd. Echt waar, het is zo wij. Je kan wel eens. Hè, mensen zeggen het is zo. En dan doen ze hun wijsvinger tegen hun duim aan. Maar dat was het. En dat was het verschil tussen de wereldkampioen, de ploeg uit Australië, en de nummer 2, Duitsland. Ja, dan hebben ze toch bijna 54 kilometer gefietst. En dan zo'n klein verschil, Mart. Ja, nou, dat is prachtig. En daarom is het leuk dat je met Zwitsers uurwerk te maken had. Ja, dat hebben ze daar wel nodig, inderdaad. Ja, Jip, de mixed relay. Nederland deed niet mee. Heb je ze gemist? Ja, eigenlijk wel. Want het is een beetje een onderdeel waarvan ik, waar ja, eerlijk gezegd, als ik het ga kijken, waar ik van tevoren een beetje tegenop zie om te gaan kijken. Het is toch net niet. Maar het was echt heel spannend vandaag. Wat Marta al zegt, het was spannend in het uitslag, onderweg. Het was een lastig tijd om bij elkaar te blijven. Op het klimmetje vielen heel veel ploegen uit elkaar. Het was chaos. En ja, met zoveel goede Nederlanders. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Was het eigenlijk doodzonde dat we niet meededen. Kijk, vond je dat maar ook, Martijn? Waarom deden we dan niet mee? Ja, omdat het bondscoach behaagd heeft. Nee, ja, die zegt, we hebben wel genoeg renners om te doen, Koos Moerhout. Maar ze kunnen niet met elkaar trainen. Dus dit is waar wielrennen de schaatsen met de teampursuit de hand kan geven. Dan zijn we in land, hebben we en goede mannen en goede vrouwen. Zouden we eigenlijk wereldtop zijn. Maar ja, dan vinden we het heel moeilijk om met elkaar te polderen en met elkaar af te spreken. Ja, het lukt mij soms ook niet als ik met vrienden wil fietsen. Kan soms ook weken misgaan. Maar je zou toch denken in een professionele omgeving dat je als bondscoach toch wel 3 man en 3 vrouwen bij elkaar moet krijgen. Ja, ik vind dat echt, excusez le mot, een aanfluiting. En dat je dan ook al zegt, volgend jaar gaan we het ook al niet doen. Maar ik, side note, wielrenners, met schaatsen bijvoorbeeld, wonen de meeste schaatsers in Heerenveen. Dat is nog vrij dicht bij elkaar. Wielrenners, ook al kom je uit hetzelfde land, wonen wel verspreid over Europa, meestal in elk geval. Dus het is best lastig om ze bij elkaar te krijgen. En eerlijk gezegd vind ik het ook een slecht excuus, want ik denk dat de meeste landenteams niet met elkaar getraind hebben. Ja, misschien de dag van tevoren. Nee, je moet bij elkaar in het wiel blijven zitten, dat is nog niet zo heel ingewikkeld. Nou ja, het is wel ingewikkeld, maar ik denk dat het de meeste landen niet lukt om bij elkaar te komen. Mag ik er ook bij zeggen dat de Belgen ook hun kat stuurden? De Engelsen geen zin hadden om zich in te spannen. En er was nog een West-Europese ploeg waarvan ik dacht van, hé, waarom doen die niet mee? Het was, ja, het is geen succes als je van tevoren hoort dat een groot land, wielerland als België, niet meedoet. Maar wel de totale uitzending, televisieuitzending van de race verzorgt. Dat vond ik ook, dat vloekte ook op een of andere manier. Is er, niet een leuker onderdeel te verzinnen met dames en heren? Ja. Die wat makkelijker misschien. Ja, ik weet het niet. Met handaflossingen of zo. Weet je, iets spectaculairs. Ja, wat er eerst was, was natuurlijk dat het een ploegentijdrit met teams was. Dat was tot een aantal jaar geleden. Met merkenteams. En dat was eigenlijk heel leuk. Want je rijdt het hele jaar voor je ploeg. Dan op de grote kampioenschappen rijden voor je land. Maar een ploegentijdrit is iets wat je kan terugdoen voor je sponsor. Dat werd heel belangrijk, was het in elke ploeg. Omdat de sponsor dat heel belangrijk maakte. En dat was echt een gevecht waar iedereen voor ging. En ja, met het teamrelay is toch ja, minder belangrijk.
Maar daar hebben toen de ploegen weer... Ja, de ploegen hebben daar weer de stekker toen uitgetrokken. Want die moesten met hun hele zwikkie dus de hele wereld over reizen. Met de tijdrit sturen, de druppelhelmen, de aeropakken en nog meer overbagage. En daar kregen ze een vergoeding voor van, ja, pak een beet, 4.000 of 5.000 euro. Dus die zeiden na een paar jaar ook, aju met een du. En zo is de cirkel weer rond. En het gaat uiteindelijk allemaal over centjes. Ja, maar waarom waren er dan wel toprenners en rensters uit Australië, Duitsland, Italië, Frankrijk? Waarom waren die er dan wel? Vandaag bedoel je, bij de ploegentijdrit, voor de mixed relay. Nou ja, die zijn er dan toch. En die denken van, ja, laten we dan op midweeks ook nog maar een rondje fietsen. Is mijn vraagteken achter dit zinnetje. Die hebben dat, als je dus wil... ook. Ja, doe maar als je dus wereldkampioen wordt in deze discipline, dan kan je dus ook nooit de regenboogtrui dragen. Want het wordt nooit elders gereden, dit onderdeel. Nee. Misschien moeten ze dus vaker als organiseren. Pyjama. Als pyjama kan je hem aan. Ja. Ja, nee, dat klopt. De Nederlanders hebben hem wel. Toen dit in 2019 voor het eerst werd georganiseerd, toen werd Nederland wereldkampioen. Dus ja, Bauke Mollema heeft gewoon een wereldkampioen trui in zijn kledingkast hangen. Ik denk niet dat hij boven de schouw in de woonkamer hangt. Dat zou wel een beetje... Zo is hij niet. Nee, zeker niet. Maar ja, het is... En we moeten het ook wel zijn tijd geven. Aan de andere kant, het is dan nu het zesde jaar dat we het doen. En wat Mark net terecht zegt, al die landen die er niet komen... Ja, daar moet je als UCI toch wel een beetje af gaan vragen. Ja. Aan de andere kant, ik wil niet zeggen dat me dat ontroert, maar ik heb wel een mooi lang applaus staande in mijn voorkamer gegeven voor de man die 14 dagen de leiderstrui in de Ronde van Spanje had en hier ook gewoon reed. Toen dacht ik van, hij dus wel. Ja. Onze Ben O'Connor bedoel je? Ja, ja. En hij heeft de regenboogtrui nu. Ja, ja. En heel veel rode truitjes. Dat de grote kanshebbers voor de wegwedstrijd niet mee willen doen. Die willen liever zich voorbereiden op die wegwedstrijd. Niet nu nog zo'n ploegentijdrit inspanning leveren met gevaar opvalpartijen. Dus er zijn toch de wat minder grote favorieten voor de wereldkampioentrui op de weg. Die dit onderdeel dan wel willen doen. Ja. Jij bent hier de enige met recht van spreken. Maar word je heel slecht van 70 minuten tijdrit op woensdagmiddag? Om dan op zondag of op zaterdag, want de vrouwen rijden natuurlijk op zaterdag. Word je daar heel veel slechter van? Nee, dat is per persoon zo verschillend hoe je zo'n voorbereiding naar een wedstrijd wilt, hoe je naartoe wilt leven. Maar bijvoorbeeld vorig jaar in Glasgow, toen viel Marlen Roescher, die viel tijdens de ploegentijdrit. En die was niet meer zo goed in de wegrit. En dat is natuurlijk ook het gevaar. Het is ook, ploeggenoten voor je moeten niet vallen. We hebben het ook gezien in Ponferrada. Ja, training gebeuren van de weg in de bekken brak. Kom Tuurlijk, op. Maar het is wel een iets groter risico als je echt voluit gaat in een tijdrit. No. Ja, maar wat Joost zegt, je kan ook op de weg rijden naar auto's of fatbikes. Schijnt ook heel gevaarlijk te zijn. Ja, daar moeten we het ook nog even over hebben, fatbikes. Ja. Alsjeblieft, dat doe je maar in je Haagse podcast, vriend. Nou... Oh, maar, sorry. Maar, waarom rijdt Grace Brown? Ik geef het toe, als ze door de Kalverstraat loopt morgenochtend, weet niemand wie ze is. Maar waarom rijdt Grace Brown naar de Olympische titel, naar een wereldtitel en stapt ze vrolijk op en is ze de beste vrouw in deze wedstrijd? Toen dacht ik van, mens, je hebt je hart op de goede plaats zitten. Ik hoop dat je zaterdag zo verschrikkelijk hard nog kan fietsen dat je dat... als sluitstuk van je hele lange, mooie wielerloopbaan... dat je dat zo kan afronden. Ze doet het gewoon. Ze stapt op. Ze gaf leuk commentaar na afloop. Ze was heel normaal. Ze mocht voor Australië uitkomen... met drie van die gozers, grote gozers naast haar. Dat vonden ze allemaal hartstikke mooi. Ze hebben er wel één vrouw nog af moeten rijden... want die kon niet volgen. Maar zij stond er gewoon. Punt. Ja, dat mocht. En het motto is, hè, in Den Haag, Nederland weer op één. En dat kan wel. Dus in die zin, ja, coach Moerenhout, kom op. Volgend jaar. Ik denk dat je gewoon een noodwetje er tegenaan moet gooien. Of, of een spoedwetje. Ja, dat moet. Dat kan allemaal heel snel. Dus nee, dat is precies de oplossing. Dan moet je vooral niet naar onze ambtenaren luisteren. Want dan moet je gewoon in de wind slaan en gewoon je eigen lijn trekken. Ja. Maar is het zo dat, ik weet niet hoe dat zit, of hoeveel renners je mag meenemen als land? Want als je zegt, de toppers willen niet midweeks zo'n inspanning doen en zijn bang voor valpartijen.
dan kan je, grote wielerlanden zoals België, Nederland, kunnen dan toch ook andere renners daar laten fietsen? Of zegt de UCI dan, je mag maar maximaal 10 renners meenemen, waardoor je niet uitkomt? Het zou kunnen. Daar missen we toch, Maxime. Ja. Ik denk dat je wel renners mee mag nemen voor de relay, die niet de wegrit rijden. Nou, laten we dat van jou aannemen. Prima. Dat denk ik. Maar ik weet niet 100% zeker. Maar volgens mij is het wel eens gebeurd. Ik weet toen het eerste jaar dat ze wonnen, deed Rianne Marcus mee met de relay. En volgens mij reed hij toen geen wegrit. Maar die regels kunnen ook veranderd zijn. Nou, misschien kunnen wij ons inschrijven dan. Als mooi wielershirt. Neem jij twee goede dames mee. Ja, en dan Martijn, Martin en ik. Nee, Jip rijdt de hele koers op kop. Nou, als we dan wel een team aan het start hebben, doen we het toch met z'n allen. Ja. Maar zo, ik weet niet, hebben jullie de ik heb namelijk alles gezien, de prijsuitreiking gezien en wat eraan vooraf ging met die drie Australische mannen en vrouwen. Die hadden zo plezier. Die hadden zo lol. Die waren zo ontzettend blij dat ze dat met z'n zessen gedaan hadden. Prachtig. En daar staan kerels bij die het hele jaar hun ballen eraf hebben gereden. Ik had het al over O'Connor. Ik geef maar even aan dat meneer Matthews, geloof ik, anderhalve week geleden nog in Quebec reed en in Montreal reed. Die stapt ook op. En dat is natuurlijk wel bling bling, maar hij doet het wel. En met die Jay Vine, die met zijn harses probeert een Spaanse weg te doorklieven, die staat er dan ook weer. En is, moet ik er ook bij zeggen, de beste van de Australiërs. Want die was aan het sleuren geweldig. Ja, maar die reed ook een hele goede tijdrit, reed hij ook zondag. Hij was wel toen wel gevallen overigens, maar zijn tussentijden waren supergoed van Jay Vine. Nou, en dit is dus allemaal de prelude voor wat was het leuk om naar te kijken. En daar moeten we... Ik vond het leuk en... Misschien vinden jullie dat gek en misschien is het altmodisch om iets leuk te vinden tegenwoordig. Daarvoor moeten we maar het commentaar in de Volkskrant van morgen lezen, schat ik. Ik vind dat wel opvallend. Ik kan dan bij de NOS kijken hoeveel mensen er naar de stream kijken. Want wij hebben dit evenement de afgelopen 3 jaar op de stream uitgezonden. Sommigen vinden dat dan een degradatie. Aan de andere kant, ik denk, de wereld is verder dan alleen de ouderwetse beeldbuis. Dus why not? Maar dan zie je wel, als Oranje niet meedoet, dan is er van het aantal geïnteresseerden ook meteen heel weinig meer over. Hè? Dan heb je het nog steeds over tienduizenden. Maar waar het vorig jaar en het jaar ervoor gewoon dik boven de 100.000 uitkomt. Okay. Dus het is wel toefje chauvinistisch. Als Oranje niet meedoet, dan vinden we het met z'n allen wel even best. Goed. Bon. Nou, dan zijn we met deze wedstrijden klaar. Dat scheelt. Dan gaan we naar het weekend toe. Ja, we hebben natuurlijk al in de vorige aflevering besproken wie... Maxime en Maarten, die hebben al een visie gehad. Jip, wie zijn voor jou de twee favorieten? Dus de dames als de heren. Ja, ik heb naar jullie geluisterd natuurlijk. En het is een ongelooflijk lastig parcours om in te schatten. Wie er de beste gaat zijn. Want ik denk dat bijvoorbeeld Mathieu van der Poel best een kans maakt op dit rondje. Het is een lastig rondje. Hij is een hele goede doen toen hij uit Luxemburg kwam. Wat hij in Luxemburg liet zien eigenlijk. En het zijn niet al te lastige klimmetjes in het laatste rondje. Dus misschien is het een beetje chauvinistisch, maar ik ga toch voor Van der Poel bij de mannen. Kijk. En bij de vrouwen ga ik voor een outsider. En daar ga ik voor Pauline Ferrand-Prévot. 10 jaar geleden werd ze wereldkampioen in Ponferrada. En, is het al 10 jaar geleden? Ja, Martijn, je wordt oud. 2014. Ja. En ze gaat nu meedoen. Ze wint alles wat los en vast zit op de mountainbike. Olympisch kampioen geworden op de mountainbike ook dit jaar. En gaat nu weer voor het eerst op de weg rijden sinds een aantal jaar. En volgend jaar wil ze de Tour winnen. Ja, en ik denk dat dat niet eens zo onrealistisch is. Nee, klinkt goed. Die gaan we zeker in de gaten. Martijn, hoe zit jij erin? Eerst even, hè, Wout Poels. Hè, in de vorige kopgroep grote verontwaardiging dat Poels niet geselecteerd is. Maar ik geloof dat Bart Lemmen eventueel, die was gevallen in Luxemburg, dus misschien niet meeging. Heb jij daarover nieuws? Nee. Daar heb ik geen nieuws over, moet ik je eerlijk toegeven. Dat had ik graag willen vertellen, want Bart Lemmen komt natuurlijk, net als ik, uit het prachtige dorp. Je hebt jou ontdekt.
Ja. Dus heb ik het zeker. Ik heb hem op de fiets gezet en hem gebracht tot, ja. tot waar hij ja. nu is. Ja. Maar nee, daar heb ik geen nieuws over. Dus dat moet ik je even, het antwoord moet ik schuldig blijven. Nee, maar als dat niet op ergens op een wielersite heeft gestaan, dan zal die nog wel... Ook niet op de kabelkrant van Soest heeft het ook nog niet gestaan. Nee. Is de kabelkrant van Soest ook naar Zürich gegaan? Ongetwijfeld. Ja? Wij zijn overal. Ja, ja, dat budget is oneindig. En ja. Wat denk jij van de Poel? Wat kan die op dit rondje? Ik ben er niet geweest, dat parcours. Vroeger was er de grote prijs van Zürich. Die koers bestaat alweer misschien al wel 20 jaar niet meer. Dus dan kan Mart misschien wel vertellen wat dit dan voor een heuveltjes daar precies zijn. Maar ik daar lees wonnen dan, klimmers. Daar ja, wonnen klimmers. En het heeft ook heel veel hoogtemeters dit. Maarten zei in de vorige aflevering dat het echt een hele gemene klim was die erin zat. Ja. Waar je echt want het totaal is een rondje van 27 kilometer. Dat is best wel lang. En de klimmetjes die zijn aan de lange kant. De eerste is 1,5 kilometer, 7,5%. Komt er een tweede stuk. Dat schijnt al wat technischer te zijn. 3,5 kilometer, 4,5. En dan gaan ze op een soort van plateautje een beetje op en af keren draaien. Ja, ja, ja. Qua hoogtemeters is het meer dan Luik-Bastenaken-Luik. Nou, dat vindt Van der Poel best wel pittig. Maar het leuke is dat dit voor alle renners, weet je kan niet kijken naar de vorige koers hier in Zürich. Want ja, die is er dan niet geweest, behalve die dan 20 jaar geleden. Dus het leuke is bij zo'n WK dat die benchmark een beetje ontbreekt. En dat die renners het ook allemaal niet zo heel goed weten. Ik denk toch dat de heer Pogacar hier uiteraard grote ogen gaat gooien. Ja, Remco Evenepoel, die zal een soort, als die hier ook nog wint, dan wordt hij de eerste renner die... wereldkampioen tijdrijden en wereldkampioen op de weg in één jaar wordt. Er is maar één man die dat ooit een keer eerder heeft gepresteerd, maar niet in hetzelfde jaar. Dat is een leuke vraag voor thuis. De klok loopt. En Van der Poel, hij gaat ongetwijfeld meedoen, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij in het stuk niet voor gaat komen, omdat hij toch net iets pittiger is dan dat we allemaal denken. En wat vind jij, Joost? Ja, ik hoorde dus dat Van der Poel graadmager door het leven gaat. Dus ja, dan moet het lukken. Als ik nog één ding wil zeggen over dat rondje. Want inderdaad, voor Van der Poel kan het. Maar voor Evenepoel is het ook, denk ik, in het voordeel van Evenepoel dat de klimmen niet al te lang zijn. Want dan gaat hij het afleggen tegenover Pogacar. En er is maar één heel klein stukje wat stijl is in het rondje. Eigenlijk de laatste 200 meter van het eerste klimmetje. Die zijn ongeveer 13%. Een stukje van 200 meter. De rest van de klimmen zijn continu een beetje 3%, 4%, 5%. Heel geleidelijk allemaal. Dat is niet in het voordeel van Pogacar. En het is ook wel een koers, weet je, 275 kilometer. Dat is echt iets raars. Dat is hetzelfde, Joost, als jij en ik 40 kilometer gaat rijden en we besluiten er ineens om een rondje van 80 van te maken. Dat gaat heel anders voelen. En dat is ook bij deze op- en top profs geldt dat ook nog steeds. Er zijn gewoon weinig wedstrijden die deze kilometrage aantikken. Je hebt Milaan Sanremo. Maar goed, dat heeft een aanloop die zo vlak is als een pannenkoek. En vervolgens liggen er twee heuveltjes in de finale. Of drie, afijn. Dat is ook echt nog wel een andere koek. Als het ineens boven de 200 kilometer komt, dan zijn de kaarten ineens heel anders geschud. Dan heb je het over Hirschi, die... hartstikke in vorm is. 5 wedstrijden op rij heeft gewonnen. Maar dat zijn echt andere koersen als je er nog ineens 80, 90 kilometer bij moet fietsen. Voor de veteranen onder ons, in het verleden reden ze ook 280 kilometer. En in de laatste ronde, daar kon je je Zwitserse uurwerk op gelijk zetten, kwamen de heren Rooks, Bugno, Ballerini, Kelly, die dreven gewoon voor de groep uit. En die wisten dat ze vanaf 9:30 in de ochtend tot en met zeg maar 3:15, 3:30 gewoon dik in de buik van het peloton moesten gaan hangen. En dan kwam het allemaal voor elkaar. En zo werden die mannen al kampioen. Indurain is wereldkampioen geworden op zo'n manier. Die hebben we de hele dag niet gezien. Rooks werd, ik meen, 2 keer tweede. Dat was een specialiteit om tweede te worden bij de WK. Die Italianen waren er groots in om dat te doen. Het is een wedstrijd waarin je na moet denken en af moet wachten. Heel gek om te zeggen,
Karsten Kroon, er is altijd om gelachen, want hij had natuurlijk iets van een Pietje Bel op de fiets. Maar Karsten Kroon reed altijd in het laatste half uur van een wereldkampioenschap. Omdat hij zijn krachten verdeelde en goed keek wie waar was. Hij kwam niet in de prijzen, maar hij zat altijd in dat laatste anderhalf uur. Het is een kunst om te overleven bij de mannen. Ik weet niet hoe dat bij de vrouwen is, maar dat lijkt me eigenlijk hetzelfde. Ja, want hoeveel langer dan normaal is de koers nu voor de vrouwen hier? Nee, niet veel, niet gek. Het is 154 kilometer. Dat is ook wat een klassieker bij de vrouwen is. Luik is bijvoorbeeld 152 kilometer. Vlaanderen is ook zoiets. 150 kilometer is normaal. Is het gek als ik de naam van Niedermayer noem bij de vrouwen? Nee, absoluut niet. Ze heeft indruk gemaakt vandaag bij de relay. Die reed de straat open werkelijk. Ja. Ja, die is echt. Het is sowieso een groot talent. Maar ook bij de tijdrit afgelopen weekend werd ze vierde. Eerste bij de onder 23 categorie. Ja, die maakt echt enorme stappen de laatste weken. Eigenlijk een renster die normaal ook heel goed mee bergop gaat. Klassementen rijdt in rondjes, kortere rondes. En nu op de tijdritfiets ook dingen laat zien die ik nog niet eerder van haar gezien heb. Ja. En is het een parcours voor Demi Vollering, Jip? Zeker. Ja, het is een beetje een klassieker parcours. Ik denk, het zou in haar voordeel zijn als er een wat langere beklimming in zat. Als er een klim van na 10 kilometer of langer in had gezeten, was echt de topfavoriet geweest wat mij betreft. Het is geen perfect rondje voor haar, maar ik denk dat ze één heel groot voordeel heeft. En dat is dat ze Puk Pieters bij zich heeft. Want het is een rondje wat er goed ligt, maar ze moet het wel in een spelletje van Kopecky gaan winnen. Of Prevost bijvoorbeeld. En ik denk samen met Pietersen dat ze een heel sterk duo zijn bij Nederland. Stel, ze zitten met z'n tweeën in een kopgroep. In een groepje met de favorieten. En ze gaan om en om demareren. Is dat denk ik het voordeel van die vrouwen. Een beetje zoals Van der Breggen en Van Vleuten vroeger deden. Ja, eigenlijk degene die de eerste goede demarage plaatst, die mag het van Nederland gaan winnen. Ik vind het heel leuk dat je de naam Puk Pietersen noemt. Je snijdt werkelijk het hele gras voor mijn neus weg. Want ik droom niet vaak weg. Maar ik heb zo'n idee dat zij ineens een ontzettende verrassende stoot kan neerzetten. En wereldkampioen gaat worden. Als dat zo is, komen jullie met z'n allen gewoon lekker hier wijn, bier drinken. En dan kook ik er ook nog bij. Maar dat lijkt me zo leuk. Puk Pietersen wereldkampioen. En ik denk dat het nog in dat lijfje zit ook. Nou ja, dan hebben we gewoon voor zeker al 2 gouden medailles dit weekend. Het kan gewoon niet misgaan. We hebben het toch de hele tijd over de vergelijking. Weet je, lijf Bastenaken, lijf met dit parcours. Natuurlijk, het is anders. Maar het heeft een beetje dezelfde hoogtemeters. Een beetje dezelfde lengte bij zowel de mannen als de vrouwen. En in de Tour van dit jaar zat een soort van lijf Bastenaken, lijf bij de vrouwen. En die etappe werd gewonnen door Puk Pietersen. Kijk. Dat we kunnen stoppen. We kunnen rustig slapen. Ja, heerlijk. Hey, ik ben gerustgesteld. Ik ga niet eens meer kijken, denk ik. Ik bedoel, de huldiging ga ik kijken. Ja. Dus, mooi. Ja, hebben jullie nog iets wat verder ter tafel komt, Martijn? Wat ik altijd zo leuk vind in zo'n week voorafgaand aan de WK, is dat je dan al die oude WK's terug gaat kijken. Weet je, lekker op YouTube of op de site van de NOS kan je dat allemaal vinden. En dat zijn elk jaar toch weer, en ook al doe ik het misschien al 20 jaar lang, zijn er toch altijd weer dezelfde aha-erlevenisjes die je dan weer beleeft. Cipollini op zolder in België. En Cadel Evans in Mendrisio in zijn hometown en het jaar daarvoor, 20 kilometer verderop. Ballan in zijn typische stijl, zo met zijn armen zo naar voren. Stuttgart, Bettini, die mocht dan niet meedoen van de burgemeester, want doping en zou een schande zijn voor de start. Afijn, wordt 48 uur later toch wereldkampioen. Ja, dat is altijd wel lekker aan deze week. Al die gekke koersjes weer eens even terugkijken. Joost, mag ik dan het stichtelijk woord spreken tot zeker de Nederlandse luisteraar? En ik ga terug en dit is geen roddel, dit is allemaal gebeurd. Utsunomiya in Japan. De Nederlandse ploeg wordt geleid door Peter Post en komt laat aanvliegen. Nederland-Japan. Jean Nelissen, was al een paar dagen eerder en ik moest nog waarschijnlijk een basketbalwedstrijd ergens in Den Bosch doen. En ik kwam ook heel laat aanvliegen. Maar dat was niet zo erg. Wij doen het commentaar. En onze lieve heer heeft op die dag in Utsunomiya
een prachtige zon boven ons gehangen. Nou kon ik daar redelijk tegen en ik had ook een honkbalpet op. Dat was toen nog heel nieuw in de wielrennerij. En Jean naast mij, die riep van, godverdomme, die rottige zon hier. Ik zeg, het is het land van de reizende zon. Ja, zegt hij, maar ze reizen nu wel heel erg. En ik kijk 10 minuten later, kijk ik naast me en ik zie... En ik dacht van, ik ben jong en Jean is de veteraan en ik kan het zo wel aan. Ik herkende die renners wel en er gebeurde niet zoveel. Ik heb hem een uur laten slapen en toen werd hij uit zichzelf wakker en toen echt fantastisch. Of er niets aan de hand was, zegt hij. En daar in de tweede groep reed op het ogenblik, ja, en toen ging hij de namen zitten noemen. Ik denk, wat een klasse. Hij heeft een uur lang zitten pitten. Hij pakt de draad op of er niets aan de hand was. Geweldig. Geweldig. Ja. En ik moet er nog één ding bij zeggen. Jean wenste helemaal nooit van zijn leven Italiaans eten te nemen. Maar toen wij een keer in een Japans restaurant in Utsunomiya binnenkwamen, zei hij, you have pizza? Om te lachen. Ja, zeker. Wat, maar had hij door dat hij geslapen had, Mart? Of was het voor hem gewoon dat hij gewoon wakker schoot en automatisch boom gewoon... Er is later is er een fotograaf geweest die heeft de foto laten zien en die foto is daarna verscheurd. Het was een prachtig gezicht. Maar wel niet hoorbaar in jouw microfoon, hoop ik. Nee, want dan ga ik de andere kant op zitten natuurlijk. Maar het was fabelachtig. Zelfs daar was die grootste. Kijk. Nou, dat zijn mooie woorden, Mart. We gaan afsluiten. We gaan genieten dit weekend. En dan... ik ben er dan zondag niet. Want? En dan... Ja. Ja. Wat is dat nou? Ja. Wel voorbeschouwen met ons, maar niet na beschouwen. Zondag reces? Ja, dan is het kabinet gevallen. Oké. Okay. Oh. Nee hoor. Ja, je weet het trouwens niet. Je weet het niet. Het is vreselijk onvoorspelbaar allemaal. Maar goed. Ja. Ik ben er dan niet. Dus jongens, luisteraars. Ik groet mijn vrienden en vriendinnen van de kopgroep. Ga je wel kijken de hele dag, Joost? Ga je wel om 22:30 ook startschotje en dan kijken welke Hongkonger en Irakees in de kopgroep en daarvan wel genieten? Oké. Okay. Ja, nee, dat ik wel, bel ja, wel even dan. En ja, van Broek hopelijk. Ja. Ja. Ja, en dat hij dan... Die mag zeker mee met de eerste groep. En dat is makkelijk, want je mag dan 4 uur aan de leiding rijden. Want niemand wil vooruit rijden. Dus laat Van der Broek maar lekker rijden. Prachtig. En dat hij dan Bardet moet laten winnen. Ja, nee, dat trek ik niet die tweede keer. Nee. Oké, dat was het. Oké, joe. Ciao, ciao. Dag mensen. De NPO Radio 1 Wielerpodcast. De Kopgroep.